Weet je, dat is nou een story die... Een man weet niet of je moet samen bewoeien wie is met daar je ouwe, want je weet nou, hij zit te maken grap. Maar nou heb je dubbele loyaliteit. Die een is, je kan niet voor hem laten lijken, je geniet niet die story niet. Maar aan de andere kant kan je die Potbergse baas, kan je nooit verrijden te lachen terwijl hij over Potberg zo hard zit. Is dit waar dat je predikant ook was in jullie? Nee, ik was niet, ik wou worden. Oh, ja, nee, laat maar dan kan ik die ding moest maar vertellen van die dominee wat die moeilijkheid moet zijn oog gehad. Dat maak je aan mij veel zaak. Ik heb bij je predikant vrienden, nee, die nou, mensen zelf, kan niet te grap. Maar dat is nou van zoek mekaar af, wat hierdie story komt. Dat is nou een predikant van zoek mekaar. Oh. Maar is ook daarom nou al een tijd terug. Ik wil nog niet reflecties werpen op vandaagse predikanten, nee, je weet. Ja, maar nou, mens nog. Nou, het hy die moeilijkheid met die oog en die gemeente het nou besluit, dis nou, of het nou daarom nou een beetje onstichtelijk is. Die oog van hom, hy moet nou liever Johannesburg toe gaan met die oog van hom. Laat hulle kan kyk of hulle nie iets kan maak aan die oog nie, want dit is recht aan die oog. Maar jy weet, hy lees nou, dan lees hy, jy mag nie jou naaste se huis begeer. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer. Dat is wat hulle nou sy naderhand met sy outasie op die trein. In Johannesburg nou, kom hy daar by die man van die taxi. En hy sê vir die man, meneer, kan jy my daar aanbeveel na een goeie hotel toe? Die man van die taxi sê vir hom, ja, maar dit sal daar my iets extra os. Hy sê, ach, dit maak nie saak wat dit kost nie, meneer, want ek betaal nie self. Nou die man van die taxi om toe nou na, kan jy nou dink van soek mekaar af, hier sê die man nou, laai die man om nou by jou hotel hier in die middenstad af. Nou sê hy vir die ontvangsdame, juffrou, ek sal toch graag een kamer hier in julle hotel wil hê asseblief. En sy gaan roep toe die bestuurder, want hy is nou die man wat eindelijk moet die soort van dinge werk. En die bestuurder sê, meneer, hoe lang wil jy bly in die hotel? Hy sê, ach, meneer, dit sal afhang van omstandighede. Toe meneer, verkies jy een enkelkamer of een dubbelkamer? Hy sê, ach meneer, jy sal toch die beste wees. Nou Jan, jy sê, jy was nou nie predikant nie, so ek kan die waarheid van hierdie story nou maar, kan ek nou maar vertel, want die man is toe nou daarin, na die plek toe waar hom nou naartoe vat, en daar is nou so'n liggie daar, een mooi so'n blauw liggie wat in die kamer brand, en daar is ook nou nie, dat hy heeltemaal alleen in die kamer is nie, dit is nou, daar is nou so'n meisie ook daar, en sy het nou die draadloos aan, jy weet, en is ook omtrent al, en sy sê, hy skrik toe hy nou daar kom en hy sê maar, o juffrou, dit is toch die verkeerde kamer waarin ek is. Hy sê, nee meneer, dit is nie die verkeerde kamer nie, kom in, dit is heeltemaal reg. Kan ek jou baaikie vir jou uittrek, dan voel jy baaikie, o juffrou, ek laat nie my baaikie uittrek. Sê meneer, ach net jou skoene, dan voel jy ook al, hy sê, niemand trek my skoene uit nie juffrou. Jan, en dit is vir my die mooie deel van die story, daarie man het net daar en dan sy tas onder die bed uitgehaal en hy het die trappe afgeloop terug stasie toe en hy is terug soek mekaar toe, want hy was 'n goeie predikant.